de Wierik. Van de Streek. Gestuit. Te veel tegenstanders om hem heen. En geen medestanders in de buurt. Na Fratiel, goede beweging. Vrijgespeeld is Bruns. Weghorst voor de goal. Daar is Weghorst. Vierde paal. Goeie aanval van Heracles. Lekker strak voorgegeven door Bruns. Die over het hoofd was te zien daar aan de zijkant. Weghorst doet eigenlijk alles goed. Maar je kunt hem toch niet tellen. Hij blijft staan op 7. Net zoveel goals als de allang vertrokken Tanane. Andriuskevicius. Dat is een goede bal van Boorn. Goed meegenomen door Andriuskevicius. Kan hij hem wel kwijt aan een van de spitsen? Dat weer niet. Bakker. Goed gedaan. Boorn. Er zit toch meer voetbal in het elftal van Cambuur dan in dat van Heracles. En dan is dit ook wel verdiend. Boorn schiet hem binnen. Hij heeft van die dagen, dan heeft hij vooral de maniertjes van een spelverdeler van een nummer 10. En hij heeft ook van die dagen, dan laat hij het zien. En dit is zo'n moment van magie voor een hekkensluiter. Hè? Dat er dan zo'n jongen op het middenveld loopt, 19 jaar. Niet iedereen in dit stadion is daar blij mee. Hij heeft kiespijn, Jan Vreeman, van zo'n doelpunt. Fred Deris. Weghorst, kans. En buitengewoon goed verdedigd door Kelvin McIntosh. Want je telde hem al. En zeker Jan Vreeman zal gedacht hebben van... ik voel mijn kiespijn opeens niet meer. En nu is hij weer terug. Dat gaat zo met kiespijn. Geen buitenspel. Naar Fratiel. Krijg je de bal langs Nienhuis? Nee, dat niet. Het doel is verlaten door Nienhuis. En dan landt de bal bovenop het doel. Afzender Thomas Bruns. Van Peersma naar Bakker. Bakker. Laat de bal onderweg liggen. Bruns. Belhassani. Navratil moet doortastend zijn nu. Weghorst. Nienhuis, Weghorst. 1-1. Nu is hij Tanane voorbij. Nu is hij alleen de topscorer van Heracles. Kleiner, voor jou, Kleiner! Voor jou, voor jou! Daar wordt niet scherp genoeg verdedigd. Er wordt zeg maar niet verdedigd. Peersman, nog Latsman kunnen de tij keren. Nienhuis valt bovenop de bal. Die bal blijft daarna in beweging. En Weghorst krijgt zijn tweede kans. En de bedoeling van Weghorst is natuurlijk dat we gaan vragen wat hij daar nu deed. Eigenlijk moet je dat dan niet doen. Fred Deris. Nog steeds Fred Deris. Goed gedaan, Fred Deris. Darry. Weghorst. Via Bakker gaat de bal naast, dus nog een corner. Voor die corner is aangewezen Flederis. De kopstoot van de lijn gehaald. Kopstoot van Zomer. Er gaat veel mis in de tweede helft bij Cambuur. Het komt niet meer naar voetballen toe zoals in de eerste helft. Het laat zich overlopen. Berghorst. Van richting verandert die bal. Zo in de loop van Navratil. En die weet het doel dan met een meter of 15 te missen. Andriuskevicius. Overgoor. Barto goed aangenomen. Goed ingeschoten ook. Castro staat zijn mannetje. Goed gedaan. Weghorst weggestuurd door Navratil. De kans is toch aanlokkelijk en groot. Maar dan kun je je beklagen bij de scheidsrechter. Je kunt ook naar jezelf kijken. En weten wat die verdediger ook doet. Ik had het doel moeten vinden.
bij het voetbal van Cambuur hoort ook af en toe wat tijdrekken. Om het punt zeker te stellen. Niet dat Cambuur van de laatste plaats komt met het punt. Maar iets is beter dan niets. En als winnen er niet in zit, zal Cambuur denken, dan moeten we vooral ook niet verliezen. Dat is waar Cambuur nu toch eigenlijk voor speelt. Om iets over te houden aan deze wedstrijd. Vooral niet met lege handen naar huis, maar Gozens, lege handen weer. Heracles staat weer eens op voorsprong. Hoe lang is dat geleden? Nederlagen tegen NEC, Roda, PSV, AZ. De wonden zijn gelikt. Cambuur is op het juiste moment voor Heracles. De juiste tegenstander, het juiste medicijn. Hoe zou het intussen zijn met Jan Vreeman? Van de Streek. Born. Andrius Kevicius. Achterin is nog Barto. De kopbal van Kevin van Veen. Heel veel dichter. Bij een doelpunt voor Cambuur is hij in zijn periode in Friese dienst nog niet geweest. 3 minuten extra was het. Anderhalve resteren er nog. En voordat de Cambuur iets kan bewerkstelligen, zal het een keer moeten aankomen in het strafschopgebied van Heracles. Als dat nu niet gaat lukken, lukt het nooit. Born mag een vrije schop nemen. Bellassani gaat daar irritant staan doen op 2-3 meter van de bal. Dan toch Born. Weghorst doet het maximale. Garcia. Bellassani, hij is niet alleen. Van Ooyen is mee. Bellassani toch heeft Van Ooyen niet nodig. En zo gaan de mensen uit Almelo met een goed humeur straks het stadion uit. Zij hebben hun ploeg weer eens zien winnen. Tegen AZ was 3 goals helemaal niks. Daarna werd er een tijdje niet gescoord. En alleen maar verloren. En soms heel dik. Maar nu is het dan weer de lichtheid van een overwinning die een zondagmiddag voor de voetbalfan zo mooi maakt.